Brahim Khalid, hi. Ik heb je net ontmoet in de hal van het gemeentehuis. We hebben samen een aantal raadsleden geïnterviewd en gevraagd waar ze aan te houden zijn als ze straks op 3 maart 2010 gekozen gaan worden. Hoe vond je het om dat te doen? Ja, dat was van het begin was heel spannend. Dat was de eerste keer met de camera iemand interviewen. Dat is sowieso dat is de eerste keer voor mij iemand interviewen. Vooral als je iemand met politieke partijen. Ik vond het wel heel leuk om te doen. Daarom heb ik ook voor gekozen om te doen. Gewoon, ik vond het wel hartstikke leuk. Wie heb je gedaan? Ik heb twee mensen gedaan van PvdA en één van ChristenUnie. Oké, en wie vond je het makkelijkst? PvdA vond ik het makkelijkste. En waarom is dat? Ja, dat was, ik vond wel die realiteit van problematiek van het volk is ligt die bij hun hand. Dus ligt die voor hun handen, die weten Je hebt het waar gevoel wij dat de hebben. PvdA het weet waar ze het over heeft. Juist. En dat gevoel had je niet bij de ChristenUnie? Of? Die had ik meer over religieuze achtergrond had ik gevoel over gehad. Wel juist goede dingen, dat is goed voor elkaar, goed met elkaar, vooral is met menselijk, hè? Mensen samen, contact en in een zorggebied. En, dat wel, dat vond ik wel juist een mooi punt van ChristenUnie. Maar verder dan dit is qua materialistische problemen in deze situatie, wij leven in een materialistische leven, dus wij moeten mee omgaan. Maar je hebt echt een religieuze discussie met hem gehad. Nee, dat heb Oké. ik niet gehad. Dat wou ik ook niet ingaan, omdat ik was niet voor discussie. Ik was meer Je bent voor om te kijken. journalist. Journalist, ik was Ja. meer om te kijken. Dat is mijn laatste indruk. Toen later is zeg maar die interview is afgelopen. Toen dacht ik, hey, dit valt hier iets. Valt iets mee, hoe noem je dat, valt iets af, toen dacht ik, Het viel je mee hoe die ChristenUnie erover dacht. Je had hem ik had, strenger gedacht of je had het strenger ja, verwacht. Je had. maar dat is een heel aardige manier hoor, dat was heel openstaand, gelijk zegt hij, ik ben niet voorbereid, ik zeg, ja, hoef je niet voorbereiden, dus dingen is... ik denk is iedereen weten waar heb ik over en die punten. Wij gaan aan het werk om mensen, elkaar, een volk helpen. Een goede punt ontwikkeling brengen. Niet stilstaan, ontwikkeling brengen. Als je stilstaat, dan ben jij achteruit gaan. Dus had ik gevoel gehad bij allebei partijen die heb ik geïnterviewd. Ze willen wel, ze hebben wel beloofd, dingen beloofd om te doen. Hoop ik ook om te doen. Dat heb ik ook, laatste woord heb ik gezegd. Ik hoop het niet gezegd wordt, maar ook Gedaan wordt. gedaan wordt. Dat was, vond ik wel heel leuk, Nou, laatste ik vind woord. het dapper dat je gewoon op ze afgestapt bent met draaiende camera en ze Ja. gevraagd hebt waar ben je aan te houden. En het is je goed bevallen, heb ik de indruk. Ja, absoluut. Oké, okay. Absoluut. Dankjewel. Jok.